De strijd om Kobani heeft aan meer dan 660 mensen het leven gekost. De stad is sinds half september het toneel van zware gevechten tussen Koerden en strijders van Islamitische Staat. Drukte bij de Raad van State. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet waren massaal aanwezig. De raad boog zich over de vergunning voor de intocht van Sinterklaas vorig jaar in Amsterdam. 12 november doet de raad uitspraak. Er wordt gewerkt om de OV-chipkaart te verbeteren. Maar volgens staatssecretaris Mansveld moet de Tweede Kamer wel geduld hebben voordat die verbeteringen zijn doorgevoerd. De Europese beurzen zijn hard onderuit gegaan na de bekendmaking van de inflatiecijfers. De inflatie is gezakt naar 0,3%. Dat kan ervoor zorgen dat de economie minder snel groeit. Gratis trouwen is te populair geworden. Gemeenten moeten daarom bezuinigen op de ceremonie. Het aantal stellen dat kiest voor een gratis huwelijk is in 6 jaar gestegen naar 35%.